Gerets is ruim een jaar bondscoach en kwalificeerde zich voor de Afrika Cup, het Afrikaans landenkampioenschap dat in januari begint. De job en het leven bevallen Gerets zo goed dat hij er niet aan denkt om naar België terug te keren. Nico Leyné trok met een snoekerkeu in zijn tas richting Rabat, hoofdstad van Marokko. Komt hij er nog uit, zeg. Nee, Erik, in godsnaam. Ik denk dat die aanbieding van Marokko dat die net op tijd is gekomen. Privé en sportief, dit is de eerste keer in mijn leven. Ik ben natuurlijk veel onderweg. Maar van de andere kant heb je veel meer tijd om ook een keer je familie te bezoeken. Je kinderen komen een keer naar hier, kun je een keer tijd voor maken. Dus dat is allemaal totaal anders dan dat ik het gewoon was. Het is alleen maar positief op dit moment. We hebben ons gekwalificeerd en dat de bevolking echt nodig hier. Het nationale elftal leefde ook niet meer. Er was weinig belangstelling, mensen gingen niet meer kijken naar wedstrijden. Spelers waren niet meer geïnteresseerd om voor Marokko te spelen. En ik denk dat op tijdspannen van één jaar is dat allemaal veranderd terug. En zijn de mensen terug gek van hun nationale elftal. En dat is toch wel iets om trots op te zijn, vind ik. De mensen zijn heel warmbloedig. Eisen natuurlijk succes, want dat eisen ze overal, maar als je dan succes hebt, dan gaat er ook een nieuwe wereld voor je open. Dan word je eigenlijk als een vorst overal ontvangen. Weet je, het is op een leuke manier, het is niet opdringerig. Iedereen vraagt of ze een foto mag nemen. Vrij warmbloedig, maar vrij beleefd. Ik leef hier alleen, dus ik leef ook een beetje van de contacten met andere mensen. Omdat mijn twee collega's die wonen hier ook op 3 minuten vandaan. We zien elkaar heel veel, we doen heel veel dingen samen. Maar ik heb dat ook wel nodig. Nou, je hebt het cacao, Gilles. Voetbal is niet mijn job, want je kan moeilijk het voetbal een job noemen, want voetbal is mijn leven, is mijn hobby, mijn leven en mijn alles. En de combinatie nu die bevalt me dermate dat als dat nu in de Afrika Cup goed afloopt, dat ik me niet 1, 2, 3 terug clubtrainer zal voelen. Ik ben sowieso niet iemand die denk ik nog constant in één land zou kunnen wonen. Zolang mijn situatie sportief, maar ook privé zo blijft zoals ze nu is, heb ik weinig reden om definitief terug naar België te gaan. Plus het feit dat ik ben beginnen van dit land te houden en dat wordt alleen maar intenser. Volgens de Marokkanen ben ik Marokkaan geworden. En dat doet mij plezier.